Zo, trainer, hoe voelt deze? Ja, fantastisch. Ik bedoel, als je hem er nog uitsleept, ondanks dat de tweede helft, had je het gevoel dat het goed ging komen, dan moet hij nog steeds vallen. Dus wat dat betreft was de ontlading er zeker, ja. Eerste helft pittig, tweede helft lekker fel erbovenop. Waar zit gewoon dat contrast in? Het is een cliché, maar toch. Ja. Kijk, ik denk de eerste helft vinden zij elkaar een stuk makkelijker. We begonnen in 4-4-2 in een ruit, maar kregen de drukte niet op. Zij wisselden steeds van kant, waardoor wij in onze 16 kwamen te staan. En dan ga je naar 4-3-3 en dan krijgen we juist de goal tegen. Dus je kan je voorstellen vanaf mijn bank, die zeggen van lekker gedaan Henk. Maar een geluk is dat we bleven volharden en in de tweede helft denk ik dat de energie van de jongens en het team, het teamaspect als team spelen, vuile meters voor elkaar over hebben, de duels pakken, gesteund door ons publiek, want dat was echt fantastisch. Of ik heb vandaag iets meer daarnaar kunnen kijken. Dus het was een combinatie van, denk ik, waardoor we volledig terecht op basis van de tweede helft de wedstrijd naar ons toe trekken. Ja. De architect van vandaag heet Taylor Booth. Hoeveel geef je hij mee? Of heeft hij misschien wel de meest vrije rol in die zin met handelingen die hij verricht? Nou, dat is juist niet zo, omdat wij vragen eigenlijk van hem om een positie te spelen die misschien niet zijn voorkeurspositie is. Daar heb ik ook wel met hem over gesproken. Maar hij geeft aan, hey, train, luister, als de mannen me daar nodig hebben, de club me daar nodig heeft, vul ik hem gewoon in. En gelukkig voor hem, maar zeker voor ons, ja, vult hij hem fantastisch in. Dus hij heeft zeker in en rond de 16 op de helft van de tegenstander, zeg maar, hebben ze heel veel vrijheid om die keuzes te maken, snap je? Dus wat dat betreft is er altijd een combinatie van. Ja. Heb je dan ook als trainer in zo'n wedstrijd de tijd om daarvan te genieten? Ja, van de goals hier zeker. En vooral dat één scherm deed het, dus daar heb ik al even naar zitten kijken. Ja, tuurlijk, want dat ondanks dat misschien men dat niet van mij verwacht, maar ik vind wel heel mooi dat soort spelers. Of het nou Taylor is, of het nou Amin is die invalt en weer een assist heeft. Maar ik kan ook genieten van Otmane die invalt met heel veel energie. Bas, die behoorlijk wat pijntjes moet overwinnen, kaart mee bezig is, ook die was meteen van waarde. Dus wat dat betreft, denk ik, dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd. Ik heb eindelijk een team gezien, zoals ook in Heerenveen een team waren. Maar ik denk dat we vandaag nog meer aanspraak konden maken, omdat we denk ik ook bij vlagen aardig gespeeld hebben. Je begint er zelf al over. Amin Younes, hij was behoorlijk gretig in zijn invalbeurt. Waarom hebben wij hem een paar weken niet gezien? Ja, dat is een combinatie van. Hij komt van ver. De mensen die het nu invulden, bezorgden ons de punten. En ik snap wel dat heel veel mensen zeggen van ja, maar maar ik moet kijken ook naar punten. En degene die, Deschamps, Tasos voorop daar. Op het middenveld Luc, die het behoorlijk goed heeft gedaan in de afgelopen, zeker in Heerenveen. Dus wat dat betreft blijf je altijd zoeken naar de balans van oké, wanneer breng ik de mooie voetballers, de mensen die dadelijk ook hopelijk een stuk fitter zijn. Ja, dan gaan we wel genieten van Amin, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Nu 4 overwinningen op een rij, de laatste 3 duels met een vaste basiself. Is dat dan een toeval dat je al die punten op dat moment pakt of zit daar wel een logica achter, denk je? Als je wint en dat beeld is er, dan kan er zeker een bepaalde vorm van logica in zitten. Maar ik moet zeggen, we wisselden ook wel weer van systeem. En daar zou je ook kunnen zeggen van ja, maar steeds dat wisselen van systeem. Ik denk dat het vandaag goed uitpakte. En zeker op basis van de tweede helft. Maar ik denk dat iedereen op zoek is naar vastigheden. Ook ik, ook de ploeg. Dus wellicht is het geen toeval. Ja. Hoe voelt het om trainer te zijn van een ploeg die wel aan de lopende band de punten pakt, maar zelf best wel kritisch is over het spel en nog veel beter wil en misschien wel kan? Ja, maar kijk, ik denk dat ik heel goed kan omgaan met de kritiek die er is. Met name van onze supporters. Alle anderen probeer ik wel een beetje naar te luisteren. En soms filter ik degene wat ik nodig heb of kan hebben. Maar wij zijn namelijk ook heel kritisch naar onszelf. En ik vind ook dat dat moet. Ik heb een staf, als ik ga kijken naar de verschillende types die ik heb. Maar ook in de performance. Heel gedreven mannen. Dus ja, in de ploeg vind ik dat we altijd zo naar elkaar, naar onszelf moeten kijken. En we kunnen ook allerlei dingen gaan benoemen wat we heel goed doen. Hè? Maar ja, dat is nooit echt mijn ding geweest. Ik bedoel, ik zie al vaak genoeg dat mensen zeggen dat ze een waanzinnige wedstrijd hebben gespeeld. Ja, soms ook niet helemaal zo. Maar nogmaals, ik vind dat ik niet naar mezelf als ik in de spiegel kijk moet liggen. Als het niet goed is, is het niet goed. En de eerste helft, vandaag vond ik dat Groningen elkaar veel beter vonden dan wij. Maar op basis van de tweede helft is het meer dan terecht dat wij winnen, denk ik. Ah joh, Henk, we hebben het ook over punten. Punten, daar is het waar het om gaat. Laten we eerlijk zijn, punten kunnen misschien een beetje wegspoelen. Datgene wat we hebben laten liggen, niet alleen qua spel, maar zeer zeker ook qua resultaten. En
En daar zijn we keihard mee aan de slag. Dus ik ben hartstikke trots op mijn ploeg. Dat we uit de laatste 3 wedstrijden die 9 punten hebben. Dus dat is op basis van kaart werken en geloof blijven houden. En volgens mij is dat wel een compliment waard naar mijn ploeg. Ja, helemaal eens. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel man.